Inner Circle met Sweat. Het is een heel bijzondere dag voor Sander uit Glabbeek. Sander vertrekt straks voor 6 maanden naar Amerika. Hij gaat naar de staat Illinois. Dat is de staat van onder meer Chicago. Hè. En ik heb hem nu aan de lijn. Hij staat vertrekkers klaar op de luchthaven. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het met de reiskriebels? Die beginnen stilaan toch wel op te komen. Ja, het zal wel zijn, want richting Amerika, dat is een grote reis. Je gaat die alleen maken en je bent nog maar 16, als ik het goed begrepen heb. Ja, dat klopt. Oké. Wat ga je doen in Amerika, Sander? Ik ga daar 6 maanden gewoon mijn studie doen en inpassen in het sociale leven. Oké. 6 maanden daar studeren dus. Dat betekent wellicht verblijven bij een gastgezin? Ja, ik zit met een gezin. Oké, en weet je al een beetje bij wie je zal terechtkomen? Bij wat voor mensen dat zijn? Ik heb ze via Facebook contact met hen gehad en via Skype al zitten chatten ermee. Ja, en het komt sympathiek over allemaal. Ja. Oké, prima. Zeg, Sander, een grote reis. Ben je een beetje een reiziger? Heb je al veel van de wereld gezien? Ik weet het, je bent nog maar 16, je hebt nog heel veel tijd, maar ja, misschien ben je al wel op veel plaatsen geweest? Ja, ik trek normaal heel veel met mijn familie op vakantie naar bijna verschillend land elk jaar. Ja, oké. Dus dit is op zich niet zo speciaal misschien, of toch? Ja, het is wel anders dan andere keren, omdat het nu alleen is. Maar nee, het reizen op zich niet, nee. Ja, oké. Zeg, bepaalde dingen waarvan je zegt, ja, dat of dat wil ik zeker gezien of gedaan hebben op die paar maanden Amerika? Ja, ik wil zeker nog een Americans football match gezien hebben. Ah, ja. Ja, dat ziet hier niet zo vaak. En we vertrekken eerst nog 3 dagen naar New York, dus daar heb ik dat ook al gezien. Ja, dat is waar. Dus daar kan je ook nog even wat meepikken. Is dat dan in New York met een groep of is dat ook op jou alleen? Dat is met een groep van studenten die allemaal naar Amerika vertrekken. Ah, ja, oké. Sander, van waar komt het idee eigenlijk? Want ja, dat daarvan dromen, hè? Zo is een paar maanden Amerika, dat is één ding. Maar de praktijk, dat is nog iets anders natuurlijk. Hè? Hoe komt het dat het zo concreet is geworden? Bij ons op school kwamen Amerikaanse uitwisselingsstudenten. Ja. Ik heb allemaal weer zitten babbelen en zo is dat idee eigenlijk ontsprongen. Ah, oké. Daar je inspiratie op gedaan. Om hoe laat vertrek je, Sander? Om 10 uur vertrek mijn vliegtuig. Ja, vluchten naar Amerika, dan moet je er op tijd bij zijn. Is er daar wat volk om je uit te zwaaien? Ik vermoed van wel. Ja, mijn voltalletje is hier aanwezig. Oké. Sander, ik wens jou een hele voorspoedige reis en ook een mooie periode daar in Amerika. 6 maanden is het, hè, dat je daar blijft? Ja. Oké, prima. Veel plezier, maak er iets moois van en misschien wel tot in de loop van die 6 maanden. Hè. Salut, Sander. Dank je wel. Goeie reis, salut. Dag.